Heb je het fijn op je werk, een goede sfeer met collega's, waar af en toe ook wat te lachen valt? Nou, dat is dan binnenkort afgelopen, want het kost de baas geld. Dat is tenminste op te maken uit een recente economische studie. Wat ze hebben gedaan op een werkplek waar productiviteit goed te meten is, namelijk op een callcenter, zeg maar de lopende band van de Modern Times. Daar hebben ze gemeten dat een goed humeur op de korte termijn ten koste gaat van het werktempo. Ik heb grote bezwaren tegen dit soort studies. Het zegt ten eerste namelijk helemaal niks over de lange termijn. Ja, misschien werk je een paar weekjes wat harder als je baas naast je zit met een stopwatch. Maar ben je daarna uitgeschakeld met een burn-out, depressief, afgestompt. Uiteindelijk is dat ook voor de baas veel duurder. Maar er is ook een maatschappelijk breder belang. Want als je landen zou vergelijken, dan blijkt onderling vertrouwen cruciaal te zijn. Ook voor economische welvaart. Ja, en wat doet het als je geen lol mag hebben op je werk, als je elkaar alleen maar zit af te rekenen? Wat doet dat met je onderling vertrouwen? Dat gaat er vast niet op vooruit. Maar mijn grootste bezwaar is van hele andere aard. Mag het leven en je werk ook alsjeblieft een beetje leuk zijn? Ik leef niet voor maximale efficiëntie of zoveel mogelijk winst op korte termijn. Punt is, als je dat een econoom op de man af zou vragen, zal die waarschijnlijk met je eens zijn. Alleen vrees ik dat hun beroepsdeformatie zo groot is dat ze de neiging niet kunnen weerstaan om toch stiekem in hun eigen onmenselijke aannames achter hun modellen te gaan geloven. Nou moet ik er wel bij zeggen, deze studie die dus nogmaals tot conclusie heeft dat een goed humeur slecht is voor je werkprestaties, voorzien is van de nodige kanttekeningen. Het geldt bijvoorbeeld alleen voor de korte termijn. En ze zeggen nou ook niet dat je je baas als baas je mensen maar chagrijnig moet maken om je bedrijf beter te laten draaien. Maar goed, conclusie staat toch. En je weet maar nooit hoe dit zijn eigen leven gaat leiden zonder die kanttekeningen. De conclusie, beste mensen, wat mij betreft, een beetje lol maken op je werk is geen economisch delict. De econoom met de eenzijdige stopwoordstudie pleegt daarentegen wel een delict, namelijk een moreel delict. En dat is eigenlijk veel erger.